Die lucht die hangt hier gewoon. Dat, en u kunt zien, daar ziet u de vuilverbranding. Ja, met westenwind staat het hier pal op. En ook trouwens op heel Medemblik. Het is een chemische lucht die 's avonds of in de nacht en 's morgens vroeg door de ramen naar binnen komt. Het is niet te harde, je wordt er wakker van. Jan is niet de enige. Veel bewoners rondom het afvalscheidingsbedrijf worden gek van de stank. Het is een hele vieze, rare, gore stank. En ik word er ook heel vaak 's nachts van wakker. Dan lig ik 's nachts in bed en dan ineens dan drijft die walm slaapkamer binnen. En dan word ik gewoon weer kwaad. Het is zeer ergerlijk. En ik denk ook helemaal niet gezond. De bewoners zijn ervan overtuigd dat de stank door het afvalscheidingsbedrijf HVC komt. In een reactie laten zij echter weten dat uit eigen onderzoek blijkt dat de stank niet van het bedrijf zelf afkomt. Het gaat over duizenden mensen die herkennen die stank direct. Die worden 's morgens wakker en die ruiken het. En die weten precies dat het hier vandaan komt, want het is al jaren zo. Zolang zij ontkennen, dan heb je geen gesprek. Ik bedoel, ik ga ook niet meer met ze in gesprek op deze basis. Door alle klachten heeft HVC beloofd om onafhankelijk onderzoek te doen naar de stank. Maar dat is voor de bewoners niet genoeg. Vrijdag organiseren de initiatiefnemers een handtekeningenactie om de stank te stoppen.